Dan weet je eigenlijk helemaal niet dat het zo is. Terwijl het is dan wel zo. Niemand gaat, nie, niemand stapt in een toxische, toxische relatie. Nee. Nee. Van, oh, wow, nee. dat is helemaal kut gek. Ja, leuk. Nee. Op dag één. van... Ja. Die iemand heeft vaak een kut doet. En, nee. Ah, hij mishandelt mij. Nee. Top. Nee. Dit is wat ja. ik zoek. Buiten en slikken de podcast voor je wekelijkse portie seks. En drugs. Hallo allemaal. Hey. En Ralf en Diva ook welkom. Bij een nieuwe aflevering van de podcast. En vandaag gaan we het hebben over toxic relaties. Oh, gezellig. Okay. Wow. <laughs> Heb je dat ingepland? <laughs> ja. Um, Face DJ <laughs> nee, het is heel serieus. Alleen humor is mijn coping, dat zeg ik alvast. Dus uh, daar heb je dat gezegd. Wat goed, wat goed dat je dat nu alvast zegt. Dankjewel. Ja. Oké, okay, we gaan het hebben over toxic relaties. Ja, tegenwoordig is het een best veelgebruikt woord, toch? Van oh, hij is zo toxic ja, of die en die is zo toxic. Redflag, redflag. Red <laughs> um, maar vanaf wanneer is iets nou echt een toxic relatie? Oh. En hoe kan jij jezelf um, of iemand anders eruit helpen? Ik heb nog wel wat tips, want ik heb er zelf ook flinke ervaring mee. Daar wow. kom ik later op terug. Ja. ja. Ik ben benieuwd wel. Ja. Ik gaan we zou ze gaan rekenen. huilen. Ja. Ik hoop het. Nee, ik denk dat, dat ze heel veel in. grapjes gaat maken. Ja, waarschijnlijk okay. ja. wel. Maar hoe gaat het met jullie? Goed. Goed. Over een gezonde relatie gesproken voor de verandering. Hm? Ik was gisteren weer naar mijn mannetje. Wie is oh. je mannetje? Mij... Mijn mannetje is Frans Bauer. Oh. Ja, ik wist het. oh. Oh, dat is mooi. Ja. Maar niet, je bedoelt niet terug naar je ex? Nee. Oké. Okay. Frans is de liefde voor mijn leven. Mijn mannetje. Frans Bouwers is de liefde van mijn leven. En ik zie hem meerdere keren per jaar. En, en bij elk optreden heb ik oogcontactmomentjes. Is dat zo? Ja. Ja, nee, ik lul niet. Dat, dat, dat lul is dat echt zo. Want ik sta er altijd helemaal vooraan. En dan ga ik helemaal naar hem zwaaien. Eén keer zat ik bij... Um, de uh, broer van een vriendin van mijn broertje, die is bijna twee meter. Ik zat bij hem op de nek. En toen had ik een momentje met Frans. Ja, dan ben je niet te missen ook. Wat vind je zo leuk aan Frans? Wat ik het leuke vind aan Frans? Dat vind ik een hele leuke vraag van je. Want ik heb er echt antwoord op vanuit de grond van mijn hart. Ik zou hem heel <laughs> graag willen zijn. Frans Bauer is altijd vrolijk. Ja. Hij is altijd blij. Het lijkt alsof hij altijd goede zin heeft. Van elk optreden geniet hij ultiem. Het lijkt alsof er Frans Bauer geen vuiltje aan de lucht zit. En ik zou hem heel graag willen zijn. Maar ik... <laughs> dat je hem wil zijn. Dat... <laughs> maar... Gewoon, hij straalt geluk uit. Hij is gewoon ongecompliceerd gelukkig. En dat is het enige wat ik wil worden in mijn leven. Ongecompliceerd gelukkig. En Frans heeft het. Ik heb je nog nooit zo gepassioneerd ja. over iets horen praten. Ja. als dit onderwerp. Ja. Ik gun het jou. Ik kan er een hele hmm. podcast aflevering over Laten maken. Laten we dat doen. Maar hij heeft, <laughs> heeft hij nou twee frituren in zijn aderen gebouwd? Of is dat een um, hoger? Nou, als dat zo is, is dat misschien de verklaring waarom hij zo <laughs> ja. ongecompliceerd gelukkig is. Dus dan gaan we dit allemaal maar doen. Wat is je favoriete nummer? Um, als sterren aan de hemel staan. Hoe gaat hij? Goed. Nee, <laughs> oh. <laughs> het liedje, idioot. Ik dacht dat het een dat grap was. is aan het sterven. Het gaat zo lang duren. Die is diep teruggesteld. Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil. Anyways. Oké, okay, genoeg lachen. We gaan door naar de serieus onderwerpen. Um, waar denken jullie aan bij toxische relaties? Aan mijn Is dat echt? Ja. Oh, waarom? Um, oh, wil je, wil je niet ja. echt van Ralf weten? Nee. Anders ben ik weer de hele tijd aan het woord. Dat niet. Nou, dat was geen gezonde relatie. Maar dat lag ook niet per se aan hem, dat lag ook aan mij. Ik ben zelf ook toxic. Waarom? Maar ja, Daar heb ik het over mijn eerste ex. Nee, oké, okay, Ralf, waar denk jij aan bij een toxische relatie? Nou, voor jou wist ik eigenlijk helemaal niet dat het bestond of wat het was. Oh ja? Huh? Dat, het, dat er iets, ja, to toxic... Nee. Of, nou ja, uh, ik ken niemand die dat heeft, denk ik. Maar ik wat, wat, wat versta je dan nu onder toxische relatie? Ik stel me een toxische relatie voor als twee mensen, die, uh, waarvan ofwel één of misschien wel allebei uh, ja, elkaar bijna ofwel mentaal ofwel fysiek, soort van uh, pijnigen. Uh, ja. Of, of, uh, Okay. En dat kan denk ik op heel veel verschillende manieren. Het kan door manipulatie of, uh, weet ik veel, liegen of uh, uh, onaardig zijn. Uh, of, of fysiek geweld. Dan is het denk ik ook toxic. Ja. Uh, ja zoiets. Maar is het niet ook dat, dat in heel veel relaties wel toxic elementen hebben, maar dat het niet per se de hele relatie toxic hoeft te zijn? Ja, je kan denk ik toxic gedrag vertonen. Uh, maar dan betekent niet dat je hele relatie een toxische relatie is. En goed om te zeggen is dat het ook gaat om familierelaties of oh, uh, werkrelaties, ja. We vriendschappen. Um, oh, yeah. Ja, het is eigenlijk alle relaties tussen mensen kunnen een toxische relatie zijn. Ja, ja, ja. Um, nou, het is natuurlijk ook niet vast te pinnen, want elke relatie is ook heel anders en elk mens is anders. Maar er zijn wel zeven kenmerken die zijn opgesteld. Vertel. Uh, die veel worden gebruikt om een toxische relatie te herkennen. Dus hier komt en. in controle. Uh, jaloezie, gebrek aan communicatie, dus denk aan dingen achterhouden, verstoppen, uh, gebrek aan respect voor de ander en hun gevoelens, grenzen en behoeften, um, emotionele instabiliteit, denk bijvoorbeeld aan heel onvoorspelbaar zijn en oh ja. snel van stemming veranderen, waardoor de ander nooit weet waar ze aan toe zijn, mishandeling en dat kan ook fysiek zijn, maar ook vaak is het mentaal. Wat uh, is mentale mishandeling? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk is dat ook. Um, ik denk dan gelijk aan dat je iemand gewoon echt naar beneden haalt. Of dat je bijvoorbeeld dingen um, constant opmerkingen maakt, van, waardoor iemand een lager zelfbeeld oh ja. krijgt en dat je daar expres op uitwendt. Ja, het is, het is eigenlijk een heel breed iets. Dus het, het is gewoon constant iemand naar beneden halen, ja. door te treiteren, pesten dingen achterhouden, in de weg staan, eigenlijk van alles waar niet fysieke aanraking bij komt. Mm -hmm. Of bepaalde um, dingen laten geloven over jezelf. Ja, dat kan ook. Dus sommige dingen hieronder vallen dan ook onder mentale mishandeling. Um, en de laatste is een schuldgevoel. Dus de ander schuldig laten voelen om diegene onder controle te houden. En als je dan één ding hiervan af en toe hebt of zo, betekent het niet meteen dat je in een toxische relatie zit. Maar ja. mocht dit echt een patroon zijn door je hele relatie, dan, ja, dan, kan het een, ja, dan is het denk ik een toxische relatie. Mm -hmm. Herkennen jullie dit van jezelf of mensen om je heen? Ja, ik herken heel, heel veel uit mezelf ook. Ja? En <laughs> maar toch? Wat, maar wat herken je dan? Um, nou, um, stemmingswisseling. <laughs> ik kan wel heel erg zijn van. Dan de ene dag ben ik helemaal verliefd en de andere dag ben ik wat afstandelijker. Dus dan, daar, mm. dat is wel iets wat ik herken, waar ik aan moet werken. Um, wat was er nog meer? Uh, controle, jaloezie. Sch ja, ik had ook wel met mijn vorige vriend dat we allebei heel erg controle wilden houden en elkaar daar heel erg in meenamen. Dus dan, mm. want ik ben helemaal niet zo'n persoon en hij wilde ook niet zo zijn, maar het was gewoon zo gegroeid. Dus je neemt dat gedrag ook een beetje van elkaar over zonder dat je het doorhebt. Of je denkt van, oh, jij vindt dit blijkbaar normaal. Oh, dan... Het sluipt er ook gewoon ja. in. Ja. En had je het gevoel destijds dat je in een toxic relatie zat? Of een ongezonde relatie? Um, nee, maar ik heb wel vaak, als ik erop terugkijk... dat ik dan weet van, oh ja, dit is niet goed. En ik had bijvoorbeeld... Mijn eerste lange relatie... Ik was vijf jaar met hem. Toen was het eindelijk uit. En daarna ging ik dus best wel serieus daten met een jongen. En toen pas had ik inzicht van, oh, zo kan het dus ook. En dan pas hmm. heb je door dat wat je eigenlijk had... Niet heel gezond was. Want het was je eerste relatie. Ja. Ja, dan heb je ook zo weinig voor Je weet het niet. Inderdaad. Ja. En vaak mensen om je heen, vriendinnen en leeftijdsgenoten... hebben dan ook een eerste serieuze relatie. Dus daar, ja, je weet gewoon niet beter. Ja. ja. Kun je nog één keer die, die kenmerk opnoemen ja. buiten, ja, buiten daar... de dingen? Controle, jaloezie, gebrek aan communicatie, gebrek aan respect, emotionele instabiliteit, mishandeling en schuldgevoel. Ja, ik denk dat. Ik denk dat aan het einde van, een, van, tenminste als ik praat over mijn relatie, dat het misschien wel kenmerken van toxic kon, kon zijn, zeg maar. Dat het een beetje toxic werd. Yeah. Dus dingen als uh, dat je dan ineens best wel jaloers wordt. Of gebrek aan communicatie bijvoorbeeld. Dan uh, weet ik van dan voelde ik me niet goed of ik was niet blij. of uh, En dan, dan ging ik daar niks over zeggen of zo. maar oh, dat het was is dan heel wel... irritant. Je voelt dat wel. Dat <laughs> was dan wel aan me te merken. Yeah. En ik, yeah. ik zat er niet goed in, maar dat ging ik dan niet zeggen. En daardoor... Ik kreeg een soort gekke dynamiek van dat zij dan niet wist wat er aan de hand was en dat ik dan niet mijn mond opende. Ja. En dan ja, zo wordt zo glijdt zo'n relatie steeds verder af. Dus dan ja. kan het denk ik langzaam toxic worden. Je moet elkaar soms ook op een bepaald gedrag wijzen. Maar als je er allebei in meegaat of allebei niet doet, dan wil je ook niet degene zijn die constant iets fout vindt. Toch? Ja, het, is, het is denk ik moeilijk inderdaad om dan de persoon te blijven die dat dan niet doet. Dus dat, dat de mm. ander dan de hete die, die kenmerken vertoont en dat de ander dan daar niet in meegaat. Ja. Dus op een gegeven moment is het makkelijker om gewoon dan ook boos te worden, of ook jaloers te worden, of oh, ja. Uh, ja. je mond dicht te houden. Dan dat je de hete het soort van de volwassen persoon blijft die, ja. die, die, daar, die dat dan ook blijft doen. Ja, ja, dat dat's dat's lastig ja. is lastig. Ja, wel vooral beter, aan het eind. Maar... Ja, dus ik denk dat ook gezonde relaties kunnen op een gegeven moment ook ongezond worden of dat je. Dat ja. je dat gedrag gaat vertonen omdat je eigenlijk een beetje tegen het einde aanloopt. Ik denk het wel. Um, maar Ralf herken jij dit uh, echt een hele toxische relatie van begin tot eind bij, bij jezelf of bij je vrienden? Um, als ik kijk naar. Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. nee, want ik had je hier al over geappt. Wij, wij appen soms van tevoren van: hey, heb jij iets over dit onderwerp te vertellen? Gewoon een beetje te inventariseren van: heb je iets te vertellen? En ik heb wel echt leuk nieuws, want we hebben hier dus een recordhouder in de studio. Ja. Het is echt, uh, ja, het is eigenlijk echt heel bijzonder. Het is Ralph de Boer. Recordhouder. Echt... Uh, hij heeft dus nog nooit iets van een ongezonde relatie gehad en kent ook niemand die zoiets heeft meegemaakt. Super mooi natuurlijk. Uh, ook wel echt heel bijzonder, want hij appt en dit naar mij. Ja, mijn vrienden ook niet. Ik heb het nog nooit gehoord. Iedereen is nog vrienden met hun exen, nog nooit een vervelende baas gehad. Zij ook niet. En oude relaties van al mijn vrienden zijn ook goed. Hoe dan? Dat is echt ongekend. Maar hoe doe je dat? He? Nou, kijk, als ik kijk naar mijn vriendengroep, gewoon leuk dat je ons uh, appgesprek voorleest trouwens. Ja, je wel. Uh, als ik na aan denk, dan. Nee, iedereen is gewoon ja, goed uit elkaar gegaan. En nog best wel. Sommigen zitten ook nog wel een beetje in de groep of zo. Die spreken nog wel eens met elkaar af. Die zien elkaar nog wel eens. Als ik aan bazen denk. Ja, we hebben wel eens een vervelende baas gehad. Maar dan had. Ik was er dan net bij, zeg maar. Dus ik had dan nog niet per se die relatie met diegene. Hm. Ik heb het wel een beetje gezien toen. Um, ja, verder met de ouders. Of de... <laughs> nee, maar, ja, maar is dat dan... Of ik heb het gewoon allemaal niet door. Kan ja, dat ik weet, weet ik wel. Ja, is kan. dat dan dat je bewust afsluit? Of... of nou ja, niet per se bewust, maar gewoon bewust afstand neemt? Uh. Omdat je er gewoon niet in het midden in wil staan? Of is het gewoon omdat je altijd de betere persoon bent die er boven staat? Nee, helemaal en? niet. Helemaal niet. Maar als ik kijk naar, ook als ik kijk naar mijn vrienden, denk ik dat we al vrij snel afstand nemen van mensen die dat, die dat oproepen. Ja, of precies. soort van waar, waarmee dat je is. Je staat het niet toe. En ja, dat, dat denk ik. Ja, dat is want goed. wij hebben dat allemaal niet echt. Het is eigenlijk een hele goede gedachte. Dat je bepaalde energieën gewoon niet tot je laat komen. Je laat het niet toe. Je ziet het ja. wel gebeuren, maar je denkt van oké, okay, prima, maar niet bij mij. Ja, ja, ik weet niet. Of wat gebeurt dit, maar... het ook niet om je heen? Nou ja, maar het is ook niet. We, we hebben ook allemaal, of de meesten hebben geen social media ofzo, of zo. Ge of oh. geen, ge geen gezeik. Of. zo. Dat kan in, denk ik. niet. Ja. Dat kan niet. Geen gezeik. Ik heb geen <laughs> zin in gezeik, dus ik heb geen gezeik. Zo werkt dat niet. Ook met <laughs> ouders en zo. Daar zo kies je ook niet voor. Ik heb nee, bijna ouders... niemand in ouders een goede band hebben. We zijn ook allemaal mega geprivilegeerde. Mensen met, uh, st uit stabiele uh, gezinnen, ja, dan, dan heb je het ook allemaal wat makkelijker. Dan heb je geen, ja, dan, kom je, gewoon, so. ja, dan kom je gewoon niet dat soort problemen snel tegen. Ja. ja, het is ook een bevoorrechte positie, denk ik. Ik ga je wel even uit je bubbel, uit je utopische. wereld. Ja, <laughs> La, <laughs> laat, laat me zien. Oh, ja. Nee, nee ik, ik vind het heel fijn voor je, oprecht. <laughs> um, we gaan door naar de eerste stelling. Als je in een toxische relatie zit, moet je dat echt wel doorhebben. hebben. Um, oneens. Waarom? Er zijn gewoon heel veel mensen die groeien op in gezinnen waar ze dingen zien waarvan ze uitgaan dat dat normaal is omdat ze ook nooit vanuit andere hoeken horen dat het niet normaal is. Dus die patronen die je dan aanleert, die voer je gewoon door in de rest van je leven en relaties die je daarna ook hebt. Omdat je nooit vanaf een andere kant hoort van hé, hey, misschien is het niet oké. Okay. Ja. Maar naarmate je ouder wordt, gaat dat vanzelf. En dan leer je meer mensen kennen en meer, meer visies op bepaalde dingen. En dan ga je dat een beetje ontwikkelen. Maar ik denk dat jij bepaalde dingen gewoon vanuit huis, huis meeneemt en dat doorvoert. Dus je bedoelt als je thuissituatie ook niet echt een voorbeeldsituatie is, dat je dat niet kan herkennen? Ja. 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 Maar. Eh, want ik ben het hier helemaal mee eens. Maar ergens snap ik ook als mensen denken... hé, maar ja, iemand behandelt je kut. Waarom heb je dat nou, niet door? Ja, nou, daar valt ook nog wat voor te zeggen. Sorry. Ik ben je een lekker sessie vandaag. Vingertje oh, omhoog. It. Ja, gaat heel goed, dief. Nee, maar um, waar het ook heel erg mee te maken heeft... is een heel laag zelfbeeld. Mm. Dus dan is het niet per se aan de andere persoon waar je mee op bent goed... maar gewoon naar hoe jij naar jezelf kijkt. En dan, dat hoor je vaak in relaties... dat jij uh, wat je zelf denkt dat je verdient... Daar ga je voor. Dus als iemand een bepaald gedrag vertoont. en dan denk ik van. oh ja, maar dat ligt ook aan mij, want ik, ik ben dit of ik ben dat. dan accepteer je dat. Dus daar ligt het ook heel vaak aan. Als ik kijk naar mezelf in mijn vorige relaties. dan ging ik mezelf ook naar beneden praten. of ik liep mezelf mm, naar beneden yeah. praten. En dan echt de bare minimum. wordt dan een soort van normaal. Maar is het echt dat je dacht: dit verdien ik? Of is het gewoon dat je niet weet. ja. Ik, weet niet, ik vind dat wel heftig, van ik verdien zo weinig. Is het niet meer dat je Nee, je, je denkt... ziet niet in dat het weinig is... Ja. omdat je voor jezelf, jezelf al niet veel gunt. Hm. Of denkt dat, denk het, dat denk je ik. niet veel waard bent. Ja. Dus ja. dan denk je dat je niet beter kan krijgen. Ik had mezelf er echt van overtuigd na mijn eerste relatie... Um, dat ik nooit meer iemand ging vinden... Die met mij kon dealen. Want hij vertelde mij ook van: Je bent moeilijk om oh. van te houden. Oh. En um, het is niet zo makkelijk met jou. Dus ik dacht van: Oké, okay, ik ga nooit meer iemand vinden die mij leuk vindt. Die mij leuk persoon Je geloofde in het. Ja, ja. 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 Maar als ik geen lach zelf wilt had en iemand vertelt dat nu, dan zeg ik: Flik erop met je, met je bullshit. Toch? Geen ja. bullshit in mijn leven. <laughs> Plus ik denk dat het, dat het er heel makkelijk in kan sluipen. Ja. Dus dat aan het begin van een relatie, relatie dan. Uh, is het allemaal nog mooi en gezellig en leuk. En dan langzaam kan het daarin veranderen. En eigenlijk zonder dat je het doorhebt, zit je erin. Dus dan weet je eigenlijk helemaal niet dat het zo is. Terwijl, het is dan wel zo. Niemand, gaat, nie, niemand stapt in een toxic. Toxische relatie nee. Nee. van, oh wow, dat is helemaal kut, gek. Ja, leuk. Nee. op dag één van, ja. die iemand heeft fucking kut, doet en nee. Ah, hij mishandelt mij, top, <laughs> dit is wat ik zoek. Je ja, hebt wel mensen die van zichzelf dan zeggen van, ja, ik moet wel een relatie waar spanning in zit, want ik wil dit, ik wil dat. Maar dat heeft denk ik ook te maken met dat je zelf gewoon geen rust kunt. Maar spanning wordt vaak verward met, met ongezonde spanning. Weet je, dus, oh, dus interessant. mensen die heel erg. Uh, Vaak zeggen ze ook je kan geen heel erge high's hebben als je niet heel erg dieptepunten hebt. Dat is echt niet waar. Dat is een hele ongezonde manier om te denken. Je kan leuke hoogtepunten hebben en, en dat het wat lastiger is, maar het is echt niet nodig dat je schreeuwende ruzies met iemand hebt. Dat is niet een soort iets om naar te streven. Nee precies. Um, en ik heb zelf ook van mijn 18e tot 19e ongeveer in een heel erg ongezonde relatie gezeten. Um, en eigenlijk elk kenmerk wat ik net heb voorgelezen dat uh, tik ik wel aan. Jijzelf of Vanuit je partner. De zeven vinkjes. De zeven vinkjes. Ja. Vanuit mijn partner, wel echt. En um, voornamelijk was het bij ons heel erg... Um, dat hij heel erg jaloers en controlerend was. Echt extreem. Maar ik had dat dus echt niet helemaal door. Dus tuurlijk, op een gegeven moment heb je bepaalde dingen door. Maar het gaat inderdaad zo langzaam. Elke week komt er iets nieuws bij. Heb je een voorbeeld van iets wat... Mm, ja. Het begon dus met heel veel liefde en aandacht. En ik was jong en onzeker. Dus nou, perfecte combinatie voor ja, zo'n giftige cocktail. Ja, Um, en hij vond mij helemaal geweldig. Maar um, dan altijd in het weekend, voornamelijk als we gingen drinken, dan werd hij heel jaloers. En dat kon echt gaan van: ik mocht sowieso niet naar huis fietsen in een groep, met een groep vriendinnen waar een jongen bij zat. Ook al was dat de vriend van een vriendin of zo. Oh. Daar werd hij dan boos om. Oh. Uh, ik mocht geen rokjes dragen of topjes waar mijn buik te zien was. Ik mocht mannelijke klasgenoten niet toevoegen op Facebook. Werd hij, dit zijn allemaal ruzie. Oh, Russisch. dat soort 12 oh. heb ik ook wel eens gehoord. Dat ja. soort dingen. Ja. En, en telkens werd hij boos. En Daarna um, probeerde ik het dan goed te doen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik, ik weet deze nieuwe regel. En, en dan als ik dit doe, dan komt het helemaal goed. Maar eigenlijk kan je het nooit goed doen. Oh, je zag het ook echt als regels die erbij hoorden. Ik zag het denk ik niet. Zo, maar het was meer dat ik dacht van nou oké, okay, dan doe ik alleen dat niet meer of dan zorg ik dat hij dat niet ziet of zo. En dan is er niks aan de hand, want verder was hij dus nog steeds super lief en, en vries op me en zei hij sorry na een ruzie ja. en zo. Ja. Um, maar dat ging gewoon door jaar heen, werd dat steeds erger en erger en... Maar wacht, en ja. waarom, waarom denk je dat, je dat je vatbaar was voor deze regels? Waarom denk je dat je daarnaar luisterde? Het was uh, mijn eerste echte relatie. Dus dan heb je inderdaad niet heel erg vergelijkingsmateriaal. Yeah. Hij isoleerde me heel erg. Dus ik had ook niet echt contact met vriendinnen waarin zij konden zeggen van dat is niet normaal. Mm. Yeah. Um, ik was onzeker en hij vond me helemaal geweldig. Dus daar haalde ik natuurlijk heel veel betekenis uit. Yeah. Um, en mijn thuissituatie was denk ik ook niet heel voorbeeldig. Mm -hmm. Daar had ik ook niet echt een goed voorbeeld uit. Uh, ook al zeg ik dit allemaal, vind ik het zelf ook nog steeds gek klinken. Want als. Ik nu denk, nou, maar ik, uh, loop weg. Of dat... ja. En ik werd dan ook boos. We hadden dan een cruise. Je zegt, nou, hoezo? Ik mag toch gewoon een jongen toevoegen op Facebook? En dan werd dat een hele discussie. Nee, want die wil je sowieso leuk of zo. Ja, dat... maar ja. ik vind het niet gek klinken, heel eerlijk gezegd. Ja? Want je houdt van diegene. Je hebt ook momenten dat het heel leuk is. Wat ja. jij zegt, ik was jong en onzeker en hij vond mij helemaal geweldig. Mm -hmm. Dat weegt dan zwaarder dan die andere dingen. En jij denkt, ik wil dat gevoel dat het helemaal geweldig is, wil ik niet kwijt. Ja. En je rijdt geïsoleerd. Dus hij was waarschijnlijk je hele wereld. Ja. En dan zie je dat soort dingen niet in als iets wat toxic is. Maar inderdaad iets wat je maar voor lief neemt. Of wat erbij hoort. Ja. Nee, maar ja. Het, ik vraag dit. Want ik, ik weet dat veel mensen dan denken van... Dat het, dat het ergens je eigen schuld is of zo. Van, oh, mm. die, die begrijpen het niet. En die, en die denken dan van... Ja, ja maar jij kiest er toch voor om hier mee te gaan. Om te blijven. Ja. Ja. Dus dat, dat maakt jou dan ook schuldig. Maar hoe kunnen we nou uitleggen aan zo iemand, dat, hoe, dat, hoe dat werkt. Waarom, waarom je toch dan blijft in zo'n zo misbruikrelatie? Dit is die mentale mishandeling, hoe mijn psycholoog het ook heeft uitgelegd. Als jij helemaal in elkaar geslagen op de grond ligt, waarom sta je niet op en loop je weg? Mm -hmm. Dat is gewoon, het doet echt iets met je brein. Je brein verandert echt. Stukje ja. bij beetje uh, verschuif ik ook mijn grenzen. Ik dacht ook van nou, ik vind dat een irritante eigenschap van hem. En, en um, dat, dat lossen we nog wel op. Of um, dat is dat het voelde dan als het enige nadeel bij heel veel liefde en zo. Je verschuift telkens je grens. Want dit klinkt al heel heftig, maar het gaat echt in mini-stapjes. Dat ja. alles weer goed gaat. En dit is het, nogmaals je hele wereld. En dan wordt hij alleen boos omdat jij uh, een tekorten rok aan hebt. Denk van nou, is dat is alleen de korte rok dan genoeg om het nu helemaal uit te maken na alles wat er is gebeurd. En je wordt steeds zwakker mentaal. Het doet gewoon echt iets met je. Als iemand yeah. je zo erg controleert, zo vaak boos wordt... zo vaak leugens verspreidt, je kleineert... dan heb je gewoon minder kracht om weg te gaan. Net en, als dat je in elkaar geslagen hebt. En weet ja. je wat ook is? De relatie werkt wel. Want jullie zijn wel nog samen. En je hebt wel ook nog al die leuke momenten. Yeah. Dus yeah. stel de relatie zou ook helemaal kut gaan... en je hebt ook nog al die dingen, dan is het makkelijker. Wanneer krijg je een soort van beeld van... oh ja, dit is er voor nodig om het ook leuk te kunnen hebben. Ja, yeah. Het, is gewoon, het wordt op een gegeven moment echt één vage mengelmoes... en dan kijk je een keer terug en dan denk je... wow, yeah. hoe heb ik mijn grens zo ver verschoven? Maar in die tijd heb je dat, doe je dat zo met zulke kleine stapjes. Ja. En, en wat je zegt van als ik iets mag invullen... dan mm -hmm. lijkt het van inderdaad, het is gemakkelijker... om te conformeren aan één bepaalde regel inderdaad. Van oh, ik doe gewoon dit niet en ja. dat niet en dan, dan is het goed. Dat is makkelijker dan dat je denkt... Wow, ik ga hier helemaal mee stoppen en ik loop weg. Want die drempel is heel hoog. Ja, het, is, het is een enorme drempel om weg te lopen. Maar het is een hele kleine drempel om te zeggen. oké, okay, dan doe ik gewoon geen korte rokjes meer aan. Dat Weet is echt waar. Ja. Dus dat is heel klein. En ondertussen, je voelt je super kut. Dus een break-up is ook kut. Want je moet ook helen, hoe gek het ook klinkt, van die liefde die je dan mist. Maar ja. dat heb je juist meer dan ooit nodig door al het kutten. Of je bent bang wat er dan gebeurt. Wat gebeurt ja. als ik wegga? Uh, wat ook. gebeurt als ik het uitmaak? Dat is allemaal super onzeker. Zeker vrienden en vaard... over me. Ja. Dan kan ik nooit meer terug. Want als ik dan vertel wat er is gebeurd, dan gaat mijn moeder daar echt tussen liggen. En terecht. Maar. Ja. <laughs> je zit gewoon echt helemaal vast. Tot je uiteindelijk echt. Um, uh, ik, als ik sprong op bijvoorbeeld in de club en mijn borst ging omhoog en omlaag, dan werd hij daar helemaal boos over. Ja. Um, hm? Nee, ja. Ik... Ik wou zeggen zeggen, dat zijn inderdaad van die kleine dingen dat je denkt van, oh ja, het zijn gewoon dingen waar je niks aan kan doen en ja. onderdeel is van jou. Maar als hij dat zegt, dan is het zoiets kleins. dat dus je niet per se doorhebt dat dat iets heel ergs is. Maar soms was het ook echt nog wel een flinke discussie daarover. of uh, Ik zwaaide een keer naar een jongen in de bus. Nou, toen werd hij boos. Ja, dan hebben we wel een discussie. En uiteindelijk is hij dan helemaal, heeft hij heel erg spijt. Um... Maar waar kwam dat gedrag vanuit hem? Van, waar komt toxisch gedrag vandaan? Het komt vaak zelf ook uit onzekerheid. Of gewoon, diegene die dat je aandoet, daar gaat in ieder geval helemaal niet goed mee. Ja. Dat is één, één ding wat zeker is. En dat hoef jij zelf niet op te lossen. Nee. Um, maar bij hem kwam het uit heel erg onzekerheid. En hij was dus ook extreem jaloers. Maar uiteindelijk ging hij natuurlijk zelf vreemd. Dat is ook zo'n oh, classic. Hoe de, hoe de gast is, ver, hoe de waard vertrouwt die zijn gast. Dat is toch zo'n uitspraak? Ja, ja, dat is zo. Omdat hij ziet overal, ik kwam er niet eens op. Om, om op een bepaald moment vreemd te gaan. Nee, precies. Of uiteindelijk deed hij het dus allemaal zelf. Dus daarom, ja, dus, dus daar komt vandaan. En heel erg onzekerheid, denk ik, vanuit hem. Hoe de waard is, vertrouwt Vert... hij zijn gasten. Ja. Ja, ja, snap je. Maar um, hoe, hoe ben je uiteindelijk uit die relatie gekomen dan? Nou, dat brengt me eerst bij stelling twee. Oh. Als je niet weggaat uit een toxische relatie, dan is het ook een beetje je eigen schuld. Ja, precies. Dat. dat... Ik denk dat veel mensen dat idee hebben, ja. inderdaad. Van ja, loop gewoon weg. Ja. Uh, stop gewoon met, de, met die baan die je doet. Uh, ja. uh, praat gewoon niet meer met die vriend. Uh, Maakt uit. Maar, en ik denk dus vanuit mijn punt, van dat je nog nooit in zo'n relatie hebt gezeten. Ik heb het ook best wel eens gedacht. Van hé, maar waarom stop je niet gewoon? Mm. Van zolang ik er dus zelf uh, nooit in heb gezeten, zal ik het denk ik nooit helemaal voelen. Ik kan er wel begrip voor hebben of ik kan het proberen te begrijpen. Dus hoe. Ja, nou, eigenlijk is die vraag voor jou: van hoe kan je dan, dan uh, uitleggen hoe dat zit? Hoe, hoe kan jij nou aan, aan mij uitleggen, die dat nog nooit heeft gevoeld, waarom je er niet uitgaat? Zeg maar? Nou, dat is dus heel grappig, ja. want um, ik voel eigenlijk bijna hetzelfde als jij. Dus ik ben iemand die erin heeft gezeten. En nog steeds, denk ik, als ik terugdenk, voor een deel, want voor een deel snap, heb ik het helemaal geaccepteerd, maar denk ik, waarom ben ik niet gewoon weggaan? Waarom loop je niet gewoon hm. weg? Het blijft een soort gedachte. Het voelt zo simpel, maar ik denk dat nogmaals de kern is dat je um, ten eerste waarschijnlijk een hele lange tijd heel slecht bent behandeld. Je bent daardoor heel klein geworden. Je hebt heel weinig kracht, energie. Je hebt je grens al zoveel verschoven. Je hebt geen sociale kring meer. Je hebt geen vergelijkingsmateriaal meer. Je, hebt, je bent bang voor wat er gebeurt als het uitgaat. Ja. En je voelt je zo slecht dat je die liefde, die je ook krijgt van die partner, het meest meer dan ooit nodig hebt. Ja. En ik denk dat je er. En, en wat is nou inderdaad voornamelijk die ene kleine stap? Wanneer is het nou te veel? Wanneer is het de druppel? Ja, precies. Als je er al zoveel druppels in hebt zitten. Dus ja, ja, inderdaad. Dat maakt het denk ik gewoon lastig. En het is gewoon een mindfuck. Een combinatie van iemand die heel erg van je houdt, maar ondertussen ook net kutte dingen doet. Had jij, had jij mensen om je heen, vriendinnen of zo, die, die hier met jou over in gesprek gingen toen? Van hé, hey, hoe zit het eigenlijk? Gaat het wel goed? Of hadden ze iets door? Nou, ik was dus heel erg geïsoleerd, omdat hij zei: Als je met iemand afspreekt, wil je liever met hun zijn. Dus dan vind je mij kutter. Mm. Dus, um, en in, sowieso in die levensfase. Maar toen ik een keer een gesprek had, bijvoorbeeld, ik ging uit en ik mocht geen buiktruitje aan. En toen was ik met mijn broer en zijn vriendengroep. En toen zei hij: van, Hé, dat mag niet van je partner. Ik zeg: Nee, dat is echt niet normaal hoor. En toen zei ik: Echt niet? Toen was ik zo verbaasd. Yeah. Oh. En dat toen begon het eigenlijk van: Oh. Ja. Soms heb je maar één momentje nodig. Ja, ja. En. Um, verder heb ik het er met niemand zo over gehad dat ik zo behandeld werd maar wel we gingen nog wel met zijn vrienden om en zij zagen het ook op avonden uitgaan ja, ja. want na een paar bier werd hij meestal ja, een beetje agressief en boos en ja. ging weglopen en hem wegduwen en op straat zetten s'nachts. en dat zagen zij en zij keurde dat allemaal goed en dat was voor mij ja. ook zo mindfuck. Ja, oh dan is, dus. dan, dan is het normaal. Dan ja. is het normaal. Zij zagen dat allemaal op een verjaardag uh, zagen ze allemaal gebeuren dat hij opstond van een stoel en ik zat op de andere kant van de stoel, en waar daardoor viel die hele asbak op de grond voor zijn hele familie? Moest ik dat helemaal, al die as en elke peuk zo opruimen? En iedereen zag dat, dat hij gewoon dat expres had gedaan, en niemand zei er iets van. En dat maakt ook oh, dat maakt het uh, zo moeilijk om die stap te zetten. Ja. Ja, van, ja, maar daar valt ook heel veel voor te zeggen, inderdaad. Van hoe vrienden reageren en omstanders, en als je het gewoon door hebt zeg haar wat van, of zeg het ja. tegen die persoon zelfs, zonder dat hij het hoeft te weten. Want dat is altijd zo kut. Want dan voel je al soort van bedrogen door je ex en dan ook nog eens door al die vrienden. Dat je denkt van ja, jullie hadden dit, mm. jullie zagen dit ook, jullie konden mij ook gewoon helpen. Maar moeilijk. Dat lijkt me wel echt moeilijk, want je wil je ook niet uh, bemoeien met een relatie en misschien dat dat. Kijk, misschien is zit gewoon echt iets tussen jullie. Dus dan dan dat het. Ja, jullie hebben een moeilijke relatie, maar het gaat mm. ook vaak goed en. Als buitenstaander kan je misschien niet goed herkennen of jij er echt heel hard onder leidt. Ja, okay. En zelfs als ik dan misschien mm. aan jou zou vragen: van hey, uh, is het oké? Okay? Uh, gaat het goed tussen jullie? Zou je misschien ook nog zeggen: van ja, uh, ga, ja gaat, gaat het hartstikke als... goed. Ja, ik snap het. Ja. Dus, dus hoe? Je wilt ook niet bemoeien. En misschien ja, is die vriend ook van, ja, maar ik hou zoveel van, en ik wil er niet kwijt. En dan wil je als vriend ook niet degene zijn die. Ja, dan denk je van, oh, oh nou, misschien eten. zit het wel goed, maar hebben jullie gewoon een beetje jullie, uh, jullie dingetjes of zo. Ja, ik denk gewoon dat als je twijfelt, dat het beter is om het te checken bij iemand. Eén ja. op één. Ja. En dan als diegene zegt inderdaad van... nee, is niks aan de hand, je bent ook machteloos. Uiteindelijk moet diegene zelf uit de relatie stappen. En ja. dat is superkut als vriendin of zo van jou erin zitten. Heb ik ook wel eens gehad. Je, je kijkt natuurlijk toe. Maar um, ja, ik denk dat ik had het destijds wel heel erg nodig... dat iemand gewoon even met mensen praat. En dat is uiteindelijk ook hoe het uit is gegaan. Oh, ja. Dat mijn uh, moeder had... Had ik het nooit mee over mijn relatie. Mm -hmm. um, en één keer vroeg ze van: hey, hoe gaat het eigenlijk met hem? En ik keek haar aan en ik zei: Ja, niet zo goed. En zij zag in mijn ogen van: Oké. Okay. En ze zei letterlijk: Stap nu in de auto. We gaan nu naar hem toe. Toen heb oh, ik het uitgemaakt wow. en sindsdien st heb ik hem nooit meer gezien. Samen wow. ja, met je moeder. Ja. Zij, zij bleef buiten wachten in de auto. En dat hielp ook heel erg omdat ik bang was wat er zou gebeuren als ik het uit zou maken. Ja, precies. Oh, wat en, goed. En ja. hoe voelde je je daarna? Oh, kijk, ik had... krijg ja, ja? <laughs> ik had ja het, het is zo gek want je hebt ook wel gewoon echt liefdesverdriet um, mm. maar daarna en en die jaren daarna is het zo'n lijn want hoe ouder je wordt hoe meer afstand je ervan hebt hoe meer besef hoe meer je beseft dat het toxic is maar wat mooi dat je moeder jou die kracht gaf om het uiteindelijk uit te maken ik vind dat wel een goede tip ook naar mensen toe van als je bang bent in je eentje voor wat er gebeurt ga met iemand samen ja ja, en soms is iemand, niet altijd, maar soms is iemand al zo ver in iemands hoofd. Want ik zei elke week tegen mezelf, ik ga het nu uitmaken. Nee, ik ga het nu uitmaken, maar ik, ik kon het gewoon niet. En dan heb je soms alleen maar een duwtje nodig. Of gewoon even een gesprek, of herkenning. En dat is ook waarom ja. ik dit wilde delen. Want er zit toch nog best wel wat schaamte op. Ja. Um, en het, het is een veelgebruikt woord, maar er is niet zoveel kennis over. En ik denk dat herkenning echt stap één is. Dus voor iemand in een relatie, ja. want ik, ik had het echt niet door. Voor zowel iemand daarbuiten af. En dan kan je altijd gewoon even inchecken bij iemand. Yeah. Maar, want even, want hoe, hoe lang heeft dit allemaal geduurd? Zeg maar? uh, ik denk iets meer dan een jaar. Tering, ja. Waarin hij, um, hij had geen baan of geen school, of wat dan ook. Hij was alleen maar thuis en ik ook niet. Dus we waren veel, echt veel samen. Yeah. En toen je eruit was, kwam je er toen achter dat het toxic was, zeg maar? Kwam je... mm. of, of had je dat dan al in de relatie door? Wist jij het. Te in een relatie ik de, ik wist dat in een relatie wist ik dat hij soms heel kut kon doen mm -hmm. en en later wist ik van oké okay, dit is echt mentale mishandeling dat zei ik mijn psycholoog, ah, Die zei ja. goed dit is mentale mishandeling en hoe en het komt echt niet in één keer dat besef nee het komt nog steeds elk jaar dat ik ouder word dan besef ik weer nieuwe dingen of dan het heeft het ook nog jaren geduurd geduurd in de relaties erna dat ik foto's stuurde voordat ik uitging naar nieuwe partners van ik heb dit aan diegene ja nou, boeit mij niet of, of mag ik echt hierheen of dat ik wow. snap ja. je dat dat zijpelt echt nog door ja ja en nu ben ik er helemaal vanaf en is het echt mijn grote red flag. Als iemand jaloers is, dan ren ik weg. Ja. Ik vind dat ook wel iets om in een nieuwe relatie um, gewoon gelijk aan te geven. Van, hey, of als die momenten voorkomen dat iemand zegt van ja, tuurlijk. En als jij bij jezelf denkt van oh, huh, is dit normaal? Dat je dan ook gewoon vertelt waar je vandaan komt. Ja, dat heb ik ook gedaan. Dus dat yeah. is ook heel handig. En ik wil nog zeggen dat uh, stel je hebt niemand om je heen. Uh, of je vindt het spannend om met bekende mensen te praten, dan kan je altijd bellen, chatten of mailen naar 1712. Daar kan je gratis en anoniem je verhaal vertellen aan professionele medewerkers. En je bent niet verplicht om iets te doen. Dus je hoeft geen stappen te ondernemen, ze gaan je niet achterna zitten. Je kan ook gewoon je verhaal delen. Maar wat is dat dan? Is het gewoon een soort chatsite waar psychologen op zitten of zo? Of hoe moet ik ja. dat voor mezelf Ja, ik, ik weet niet echt of het echt psychologen zijn, maar ze zijn in ieder geval professioneel medewerkers. Dus ze zijn ervoor opgeleid en gespecialiseerd. En je kan dus bellen. Of gewoon online chatten of mailen. Wat goed dat die, dat die voorwaarden erbij zit. Ja, dat toch? je niet per se iets hoeft te doen. Ja, want dat lijkt me ook zo eng. Ja, ja. Nee, en, en dat zegt dus eigenlijk dat het, dat het een heel groot gedeelte van het oplossen van het probleem. al het, het erkennen en erover praten is. Ja. Zonder ja, dat eigenlijk. je dan daadwerkelijk nog een stap hoeft te ondernemen. Dat komt waarschijnlijk dan automatisch daarna. Maar dat weet je van tevoren dan nog niet. Klopt, klopt ja. dat moet iemand zelf doen. Ja. ja. Um, Herhoos. ik ja. vind het wel um, een beetje erg dat jij nu bij jezelf denkt van hoe kon ik dat, hoe kon ik dat niet eerder zien, hoe kon ik daarin blijven. Want het is niet zo gek dat het is gebeurd. Je hoeft jezelf niet daarvoor kwalijk te nemen dat je hmm. er zo lang in bent gebleven. Um, ja, je weet zelf hoe het komt en het heeft je ook wel veel geleerd. Ja, dus... ik denk ook niet dat ik mezelf nog kwalijk neem, maar soms dan ineens te denken van ja ik kan toch ook gewoon weggaan. Het voelt gewoon nog als de eerste stap, maar dan zeg ik daarna tegen mezelf van nee, want dit en dit en dit. Yeah. Het blijft een soort gedachte. Misschien, misschien omdat je het gevoel een beetje vergeet. Dus yeah. da dat je vergeet hoe, hoe dat toen, hoe yeah, drukkend misschien. dat toen was. Dat en dat als je er dan nu op terugkijkt, dat je eigenlijk denkt van, oh ja, maar wat was het dan want precies? Want nu heb ik weer kracht die ik toen niet had. Yeah. En nu heb Inderdaad. ik veel meer kennis. En het was ja. ook niet voor niets, want het heeft me echt veel wijsheid gebracht. En ik ben ook echt de persoon in mijn vriendengroep... die mensen uit toxisch, toxische vriendschappen haalt en zo. Nou, precies. Dat is echt... Dat heb ik al meerdere keren gedaan. Dat ik zeg van... Hé hey, meid, is niet dit en dit in de hand? Dat iemand zegt... Oh. Wow. Ja. En dat is dan een proces van een jaar. Maar... Ja, maar dat geeft jou ook weer een goed gevoel. Ja. Ja. You took one for the team. Yes. <laughs> nou, ik hoop dat ik hier iemand mee kon helpen. Sowieso. Um, ja, goed. We gaan even door naar wat anders. De comment van de week. Comment van de week. De comment is. Huh, maar ik herken mezelf weer helemaal in. Hè? Hè? B Waar is die van? Uh. Hè? Uh. Maar ik herken mezelf weer in. Wat? Uh... Uh, even denken, laat me eventjes denken. Ja, geen idee. Dat kan even. heel veel zijn. Wat ja, wat kan dit dan? dan zijn? Erectieproblemen? Ja. Echt? Ja. 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 Oh. oh, wat goed. Ik wilde deze delen omdat we eindelijk iemand hebben gevonden die het over erectieproblemen wil hebben. Misschien kan je het ja, vertellen, Ralf. Eindelijk. En de grap is: uh, met iedereen uh, met wie ik hierover praat, die heeft last van erectieproblemen. Die heeft daar gewoon mee. iedereen kent het. Uh, maar er is bijna niks over te vinden waarin iemand er echt over vertelt. Dus geen video's, geen. Uh, eigenlijk, terwijl het probleem, nou het is misschien niet eens een probleem, maar het, het is een super voorkomend ding. Uh, en er ligt zoveel uh, schaamte op, en uh, dat zorgt eigenlijk voor alleen maar meer frictie. Dus uh, mm. waardoor vrouwen zich gaan schamen, want die denken, doe ik het wel goed, waardoor mannen zich weer gaan schamen. Want dan, dus je komt er een soort hele gekke situatie terecht. En nu hebben we eindelijk iemand gevonden die erover wilde vertellen, wel anoniem, ook om deze reden. Ja. Uh, maar ja, ik vond het heel, uh, ik vond het heel fijn om, uh, om daar op deze manier over te praten. En, uh, en dus leuk dat, dat mensen zich hierin uh, herkennen. Ik, kreeg, ik heb ook wel uh, 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 mensen over gehad die me hierop uh, aanspraken. Ja? Die zeiden dat ze het een uh, goede video vonden. Daar deed het voor toch? Ja, ja, dingen bespreekbaar fijn. maken. Wist je ook dat degene die anoniem in het item zit, dat iemand naar hem toe kwam en zei: Wow, ik zag een video van Spuit en Slik over erectieproblemen. Wow, die die jongen is echt precies. Uh, ik herken ah. mezelf helemaal in. Toen dus zei hij: Luister eens naar die stem, dat ben ik. Ah. <laughs> Blijf toch? Leuk. Daar doen we het voor. Ja, nou, heel sick. Check die video. Ja. ja. Alright, dit was hem alweer. Yay. Yay, dit was hem voor deze week. Vergeet ons niet te volgen op allerlei kanalen zoals bijvoorbeeld Ed Spuiten en Slikken. Heb je nog een leuk feitje of tip om het af te sluiten? Wat is jullie red flag? Oh, ik heb wel één red flag. Wat is het? <laughs> ik had er laatst in opgeschreven. Maar het zijn er zoveel. dat het je Net als ik zeg zegt wat is je favoriete liedje. En dan denk je, ja, nou, het zijn er zoveel. Heb <laughs> je dat bij Red Flags? <laughs> dat is niet goed er. Um, Als je voor iemand gaat bepalen wat hij wel en niet aan mag. En iemand een beetje kleineert. Dus iets wat jij heel leuk vindt aan jezelf en blij mee bent. En dat die ander dan een soort van opmerking maakt. Waardoor je heel klein voelt ineens. Dat ik denk, ja. denk niet dat het een persoonlijke Red Flag is. Ik denk dat het gewoon sowieso is. Spuiten en Slikken, de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs.